weer in Utrecht op het Margriet Winterfestival. Ik ben onderweg naar het podium om Arno Kantelberg te interviewen, de stijladviseur van Nederland. Ik ben benieuwd wanneer een man op zijn best is. Welkom Arno, we gaan het over jouw boek hebben, Man op zijn best. Ik ken jou inderdaad als stijladviseur van het ontzettend goed gelezen column in Volkskrant Magazine. En mijn eerste vraag is dan ook natuurlijk, wanneer is een man op zijn best? Nou, als ik heel flauw zou zijn, dan zou ik zeggen na het lezen van mijn boek en het opvolgen van alle tips en adviezen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Een man is op zijn best, denk ik, als hij zich het meest op zijn gemak voelt. En met enig zelfvertrouwen ook. En als je het zou vertalen naar kleding, is daar een belangrijke rol weggelegd voor de dames. Hier ook in de zaal. Vertel. Ja, ik vermoed al dat je wilde dat ik erover ging uitweiden. Nou, kijk, mannen zijn, hoewel ze er alles aan doen om dat niet te laten zien, natuurlijk erg gevoelig voor de opmerkingen van hun vrouw of vrouwen in het algemeen. Hè, dus een vrouw kan met één opmerking een man voor zijn leven tekenen. Tegelijkertijd kan ze met één opmerking hem ook een hele goede dag bezorgen. Ook als je al 20 jaar getrouwd bent? Ik zit nu even, ik ben zelf, even kijken, ik ben 19 jaar met mijn vrouw. Dus ik uit eigen proefondervinding kan ik alleen maar zeggen, na 19 jaar geldt dat nog zeker voor mij ook. Dus dat denk ik wel, ja. Hoe kun je als vrouw nou subtiel je man dirigeren naar een andere outfit? Ik zou als vrouw niet heel nadrukkelijk, ik zou dus niet de garderobe voor je man gaan kopen. Ik zou hem proberen daar zelf enige aardigheid in te laten krijgen. En als hij daar aardigheid in krijgt, hè, zo gaat het vaak met dingen, als hij het leuk gaat vinden, gaat hij er ook beter in worden. Dus het is meer de kunst om hem te enthousiasmeren, denk ik. En als iemand nou zegt, ja, maar ik heb geen goed lichaam of ik heb er geen geld voor, wat is dan jouw eerste advies? Ja. Het goede van deze tijd is dat mode, zou je kunnen zeggen, heeft zich gedemocratiseerd. Hè? Is betaalbaarder geworden door alle budgetketens. Dus geld is niet echt meer een, zou niet echt meer een drempel hoeven te zijn. Maar je vroeg ook nog, als je dik bent, ja, dan zoek je het juist in de lengte. Je zoekt bijvoorbeeld een stropdas, je zoekt verticale lijnen om de wijdte van jezelf te compenseren. Talloze tips inderdaad in het boek, dus waaronder dit allemaal. Maar als ik nu naar het straatbeeld kijk, dan heb ik soms het idee dat eigenlijk alles mogelijk is. Dat het best wel eclectisch tijdperk is. Zegt dat ook iets over het tijdperk waarin we leven? Heel erg. Ja, helaas wel een beetje. Ik vind het wel, er is heel veel vrijheid om te kiezen. Dat is mooi, dat is prachtig. Hè? Iedereen kan aantrekken wat hij wil. Mannen kunnen naar hun werk in de spijkerbroek. Niemand zegt er meer wat van. Nee. Maar kijk, vroeger was het vrij simpel. Als jonge jongen had je, ik heb het over heel vroeger, als jonge jongen had je een korte broek en een pet. En als je man werd, dan ging je een jas, een stropdas en een hoed dragen. En een overjas. Nou, de jaren 60 en 70 hebben we al die regels gewoon hebben ze weggevaagd. Die bevrijdingsbeweging, emancipatiegolven. Er zijn geen regels meer. Nee. Kijk, vroeger was het veel duidelijker. Er waren regels, dat was op zich wel fijn, bandbreedtes. Die zijn er nu niet meer, dat is ook goed. Er is heel veel mogelijk, maar ik zou het op zich wel fijn vinden als de rol van mentor door de vader nog iets meer ook op het terrein van de kleding zou worden overgenomen. Wat kunnen wij van andere culturen leren qua kleding? Qua stijl? Ja, nou, één groot voordeel van de multiculturele samenleving, en met name van de invloed van Surinaamse en een beetje ook de Antillianen, later de Marokkanen en de Turken, die zijn veel uitgesprokener in hun kleding, de mannen, in hun kledingkeuze. En daar gaan mannen, Nederlandse mannen leren daar ook wel van. Ben jij ijdel? Ik? Ja, maar ik ben niet ijdeler dan de gemiddelde man. Elke man kijkt, zoals dat hij weggaat, kijk je in de spiegel, zitten mijn haren goed. Iedereen, doet elke man. Dus ik ben niet, misschien moet ik wel, ik denk wel, misschien toch wel een tandje ijdeler dan de gemiddelde man. Ja, maar dat moet niet, ook, want je bent de stijladviseur van Nederland. Ja, nou ja, dat staat op het boek, dat heb ik niet zelf bedacht. Hè. Waar is jouw fascinatie voor stijl en snit vandaan gekomen? Ja. Ontstaan eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, nou, ik had dat altijd wel een beetje, maar ik kom uit een vrij klein dorp in Brabant. Daar was zeg maar de dagelijkse catwalk, die was niet heel uitgesproken. Dus ik ging daar ook wel in mee. Maar ik heb er altijd wel lol in gehad. Ik vond het altijd wel leuk als mijn moeder van de markt thuis kwam met een trui die wat net wat anders was. Wie zijn jouw stijl-iconen? Ik zei net Cary Grant. Die oude films, jaren 60, jaren 50, 60.
vind ik echt heel mooi om naar te kijken. Verder in Nederland, Jules Dilder. Okay. Jules Dilder is nu ook 70 plus. En die vind ik echt leuk om naar te kijken. Wilfried de Jong, allebei Rotterdammers trouwens, toevallig. Eén allerlaatste vraag. Wanneer is jouw missie geslaagd? Mijn missie? Nou, weet je, ik vind het... Ik word wel eens... ik krijg moeders die benaderen mij wel eens via Facebook of andere social media. En dat ze dan met hun zoon een pak gaan kopen. Het eerste pak. Nou, dat vind ik altijd zo leuk. En dan vraag je, waar moet ik dan heen? Waar moet ik dan op letten? Nou, dan stuur ik meteen een enorme mail terug. Volgende keer zal ik het boek opsturen. En dat vind ik ontzettend leuk. Als die jongens er ook een beetje aardigheid, jonge jongens een beetje aardigheid in zouden krijgen. Ontzettend bedankt voor je tijd. Thank you.